Hallo iedereen en welkom terug op mijn kanaal Stef's Crime Stories. Welcome back, moet ik eigenlijk beter zeggen. Het is een tijdje geleden, het is redelijk druk geweest bij mij van alles en nog wat. Bij velen onder jullie waarschijnlijk ook. En gelukkig nieuwjaar natuurlijk, niet te vergeten. Dus we gaan er een lap op geven in 2022. Ik hoop dat voor iedereen een leuk eindejaar was en een leuk begin van het jaar in de mate van het mogelijke. Maar voilà, dus Stef's Crime Stories is back. En we beginnen opnieuw met een klepper tussen haakjes. Het is het verhaal van Mary Bell. Daar gaan we. She was, I think there was no question about it. There was a feeling that the ordinary compassion or emotions and warmth towards the rest of the world were not there. Mary's method was to massage the necks of the boys and tell them they had a sore throat and that she'd make it better. And her grip tightened and tightened. Mary Flora Bell is geboren op 26 mei 1957 in Newcastle, West End. Haar moeder Betty was prostituee en was slechts 17 jaar toen ze bevallen heeft van Mary. Dus bij de bevalling, toen het kindje geboren was en de verpleegster wou haar in de armen van haar moeder leggen, het eerste wat Betty zei, take that thing away. Dus een leuk begin om zo uw leven te starten. Haar vader's naam was Billy, dus Billy Bell. En hij was een crimineel. Hij was een dief. Hij beroofde mensen ook. Allee, dus ze zat in een heel raar milieu. Mary groeide op in Scotswood, dus een stad in Newcastle. Scotswood was voornamelijk gekend door armoede, criminaliteit en ja, onder andere prostitutie ook. En het had totaal geen goede reputatie. Ook de kinderen speelden uren op straat. Nu, wij speelden vroeger ook uren op straat als kind. Maar dat was niks in vergelijking met Scotswood. Want ze zaten eigenlijk kindjes van 3-4 jaar. Zaten tot 10-11 uur 's nachts op straat. De ouders waren allemaal er gerust in, ik ga het zo zeggen. Al de deuren bleven open. Kinderen liepen binnen en buiten wanneer dat ze wilden. Vaders waren nogal regelmatig aan de drank, dus heel veel gezinnen hadden te maken met huiselijk geweld, criminaliteit en alcoholisme. Dat was schering en inslag in die tijd in Scotswood. Mary's moeder Betty was dus prostituee en ze leed aan een bipolaire stoornis. En ze was ook gespecialiseerd binnen haar prostitutie in sadomasochisme. Voor de mensen die niet weten wat sadomasochisme is, hier is een foto en ik denk dat je de link dan zelf wel kan leggen. Betty neemt het niet zo nauw met haar prostitutie. Ze brengt zelfs mannen bij haar thuis. Dus kleine Mary aanschouwt dingen die ze totaal als kind op die jonge leeftijd niet zou moeten zien. En als ze een beetje ouder wordt, naarmate de jaren vorderen, dan verkoopt Betty tussen haakjes ook haar dochter Mary om haar te laten misbruiken door sommige van haar klanten. Dus dat kind maakt verschrikkelijke dingen mee al heel vroeg. Mary werd ook belachelijk gemaakt door haar moeder Betty, want door de dingen die Mary meemaakte, waterde ze bijvoorbeeld ook hele lange tijd in bed. Ik geloof totdat ze 7 of 8 jaar was. Mary maakte haar dan belachelijk door haar matras buiten te hangen en voor heel de straat te roepen, kijk een keer, en ze zijn nu nog niet zindelijk. En ja, dus Mary werd eigenlijk constant gekoeieneerd. De tante van Mary, de zus van Betty, tante Iva, probeerde haar zelfs te adopteren omdat ze wist in welke omstandigheden Mary aan het opgroeien was en zij wilde dat voorkomen. Maar telkens ze wilde weghalen bij Betty, ging Betty in verzet en dan veranderde ze haar gedrag naar Mary en ze zei van ja, nee, ik ben een goede moeder en het is mijn kind, heb jij hier niets te zeggen, dat kind bleef bij mij. Ik weet niet wat hij allemaal hoort of denkt te weten, maar ik doe niets verkeerd met Mary. Ze is mijn kind en ze bleef mijn kind. Dus dat is nooit gelukt. Misschien had Iva, ik weet niet, kinderwelzijn of zo erop gezet en waren er genoeg bewijzen geweest of had er iemand de moeite gedaan om effectief daar een keer onderzoek naar te doen, dan was het misschien nooit zo ver gekomen. Mary had ook op school heel weinig vrienden. Ja, ze was koud, berekend. Ze was ook een pathologische leugenaar. Dus ze probeerde iedereen rond haar vinger te winden. Maar van als er van de andere kant verzet kwam, kon ze
zoals dat, en het wat van niets omslaan en heel agressief doen naar andere kinderen. Zo was er een kind die aan de leraar in school ging gaan melden dat Mary haar gekwetst had, of verwond had eigenlijk, en ze had een sigaret doodgeduwd op het gezicht van dat meisje. Maar er werd nooit echt, er werden nooit echt sancties getroffen naar Mary toe. Ze werd wel op het matje geroepen en ze zei van, ja, heb jij dat gedaan, Mary? En Mary zei, ja, niet meer doen, hè. Maar ik bedoel, dat is al redelijk serieus, hè. Een sigaret, als één kind een sigaret doodduwt op het andere kind. Maar goed, in die tijd en in die buurt blijkbaar maakte zich daar niet echt iemand druk om. Een van de weinige vrienden die Mary dan wel had, was Norma. Norma Bell. Ze heette ook Bell, maar ze waren geen familie of geen aanverwanten van elkaar. En dat was het buurmeisje. Norma was 2 jaar ouder dan Mary, maar ze was mentaal iets achter. Mary daarentegen was echt clever en gewiekst. Ik heb het al gezegd, iedereen rond haar vinger draaien. Ze was niet van gisteren, Mary. Maar Norma, als Mary ging zeggen spring van de brug, Norma ging ervan springen. Weet wel, het was zo'n vriendinnetje. Mary kon Norma alles laten doen. En ze waren vrienden. Tussen haakjes. Op 11 mei 1968, Mary en Norma zijn buiten aan het spelen, zoals vele kinderen in die tijd, komen ze een klein jongetje tegen, John. Dat manneke is 3 jaar oud en Mary zegt tegen John, ja, ga je mee, we gaan snoepjes gaan halen. En dat klein ventje wandelt mee met Mary en Norma. Mary is ondertussen 10 jaar, tussen haakjes. En dat manneke gaat mee. Maar terwijl dat ze dat manneke mee heeft, attaqueert ze dat kindje. Ze slaat erop, ze neemt zijn keel toe. En Norma staat erbij en is gechoqueerd dat ze zo ver gaat. En zij zorgt ervoor eigenlijk dat Mary stopt. Ze laten dat kind daar niet achter, ze nemen het bij haar hand. Ze gaan ermee een cafeetje binnen en Mary doet alsof dat zij dat manneke gevonden heeft. En zij zegt tegen de mensen die daar aan de tof zitten van, kijk, ik heb hier juist kleine John gevonden en hij is helemaal bebloed. Ik denk dat hij gevallen is. Maar de mensen bekijken dat manneke en ze zeggen van, ja, dat is niet gewoon van te vallen. Er is iets ergers mee gebeurd. En het is iemand in die café, in die pub, die de politie belt. Dus de politie komt toe en ze ondervragen Mary. En na een paar minuten heeft Mary toe, ja, sorry, we waren aan het spelen en ben een beetje te geweldig geweest. En je is gevallen op zijn gezicht. En de politie gelooft daar en de zaak wordt gerustgelaten. De dag erna, op 12 mei 1968, lopen Norma en Mary terug buiten en ze gaan richting het speelplein in Scotswood. En daar zien ze 2 meisjes spelen in de zandbak, Pauline en Cindy. En Norma en Mary kijken naar elkaar en ze zeggen van, allee, we gaan die een beetje ambeteren. Dus wat gebeurt er? Mary zegt tegen Norma, moet ze helemaal vasthouden in die zandbak en kan ze kijk wat ambeteren. Dus Norma doet dat natuurlijk, hé. En zij houdt de meisjes vast, 1 voor 1, smeet ze op hun rug. En Mary gaat er bovenop gaan zitten en ze vult Pauline's mond met zand. Maar helemaal, dat kind stikt bijna en beetje per beetje opnieuw probeert Mary dat klein meisje Pauline te stikken en te wurgen. Maar Pauline en Cindy verweren zich en ze kunnen zich losrukken uit de greep van Mary en Norma en ze lopen naar huis. Pauline vertelt wat er is gebeurd aan haar moeder. Haar moeder neemt Pauline onmiddellijk mee naar de politie. Ze laten het optekenen wat er gebeurd is, maar de politie opnieuw onderneemt geen verdere stappen. Niet tegen Mary en niet tegen Norma. Dan gebeurt er een eindje niets en het is pas op 25 mei, dus een week of 2 later, de kleine Martin Brown, een jongetje van 4 jaar, om 6:30 komt hij wakker in zijn bedje thuis en hij staat in zijn eentje op. De ouders bleven liggen, dat was dan zo'n tijd, allee, ze maakten zich daar allemaal niet zo druk om. En kleine Martin gaat naar beneden, smeert zichzelf een boterham, hij is 4 jaar en hij loopt met zijn stutje naar buiten. In de buurt waar Mary en Norma woonden in Scotswood waren er enorm veel leegstaande huizen. Dus na de oorlog, de meeste steden
in en rond Newcastle waren zichzelf weer aan het opbouwen, maar Scotswood kwam ver achter. En er stonden nog enorm veel leegstaande huizen die eigenlijk ja, een speelterrein waren voor de kinderen, maar ook een groot gevaar natuurlijk. Hé. Er lagen overal glasscherven, wankele gebouwen en noem maar op. Rond 3:30 die dag, dus op 25 mei 68, rond 3:30 lopen er drie jongetjes een leegstaand huis binnen om een beetje te spelen. Ze lopen de trappen op en af. En de drie jongetjes, als ze op het eerste verdiep in een bepaalde kamer komen, zien ze plots het lichaam liggen van een klein ventje. En ze gaan dichter en ze herkennen natuurlijk onmiddellijk wie het is. En het is Martin Brown. Ze lopen naar buiten. Één jongetje bleef erbij. De twee anderen rennen naar buiten en roepen om zich heen om hulp. Want Martin Brown ligt op zijn rug, zijn armpjes gespreid naast zijn lichaam en er loopt bloed en schuim uit zijn mond. Er is een van de werkmannen die puin aan het ruimen is, die onmiddellijk de jongens volgt en gaat gaan kijken waarom de jongens zo'n kabaal maken. Hij komt boven in de kamer en bevestigt inderdaad en ziet dat er daar een lijkje van een jongen ligt. Maar omdat er nog bloed en schuim uit zijn mond loopt, denkt de man dat Martin misschien nog in leven is. Dus de politie wordt onmiddellijk verwittigd. En niet veel later staat de ambulance en de politie daar. Maar ook natuurlijk enorm veel mensen van Scotswood omringen het leegstaande huis. Als de politie een beetje dichter gaat gaan kijken bij het lichaam van kleine Martin, stellen ze vast dus dat er schuim uit zijn mond loopt en ze zien een doosje liggen met pilletjes. Ze gaan ervan uit dat Martin misschien ergens een doosje met pilletjes heeft gevonden en ze aannam als snoepjes en dat hij op die manier ja, die tabletten heeft ingeslikt en dat dat zijn dood veroorzaakt heeft. De dag erna, op 26 mei, ontstaat er een protest door de bevolking van Scotswood om de leegstaande huizen zo rap mogelijk plat te gooien. Ze vinden het veel te gevaarlijk en er wordt een betoging gehouden. En wie loopt er vooraan in die betoging? Ze heeft zelfs een van de stokken vast waar dat er een banner aan hangt. Mary en Norma. Op 27 mei dan, dus de dag na het protest, wordt er een inbraak vastgesteld in het kinderdagverblijf in Scotswood. Dus er waren een paar mensen, of toch redelijk veel mensen, die ook in fabrieken werkten en die de zorg voor hun kind niet konden op zich nemen. Of er waren mensen die te veel kinderen hadden en als de man gaan werken was dat de vrouw het niet allemaal alleen kon arrangeren. Dus er was een soort van kinderopvang of een kinderdagverblijf in Scotswood. En daar werd er ingebroken. En toen de politie ter plaatse kwam, het enige wat ze vonden was een enorme chaos van alle stoelen, tafels, boeken. Alles was door elkaar en in de grond gegooid. Maar er hingen ook overal briefjes met in een kinderlijk geschrift: "We murdered Martin Brown. Fuck off." En nog een ander: "I murder so that I may come back." De politie zag onmiddellijk natuurlijk dat dat een kindergeschrift was en ze dachten dat het een enorme flauwe kindergrap was. Dus opnieuw werd er geen verder onderzoek naar gedaan. Op 28 mei gaat Mary een bezoekje brengen aan de moeder van Martin Brown, dus bij June. Zij belt aan, June doet open en Mary vraagt met een kinderlijke stem vol compassie eerst van: "Hoe gaat het, mevrouw? Alles oké?" Okay? En June zegt: ja, ça va, bedankt voor uw bezoek, Mary. En dan zegt ze: mag ik Martin zien? En June antwoordt: maar Martin is gestorven. En Mary antwoordt dan een beetje met een grijns op haar gezicht: maar dat weet ik, ik wil gewoon zijn lijk zien in de kist. Waarop June echt bijna kokhalst. Ze hooit de deur voor het gezicht van Mary toe en ze kreeg een inzinking. Toch een beetje psychopathische trekjes, hè? Mary Bell. Ze is op dat moment 11 jaar. Hey, haar verjaardag is net geweest. Maar kun je dat voorstellen dat een 11-jarig kind een beetje in je gezicht komt lachen en een beetje heel sarcastisch komt vragen om het lijk van je kind te zien? 2 maanden gaan voorbij en op 31 juli verdwijnt er opnieuw een 3-jarig jongetje uit Scotswood, de 3-jarige Brian Howie. Hij wordt niet meer gezien bij het middageten, dus zijn ouders wachten op hem om 's middags te komen eten, maar hij komt niet thuis. En het wordt onmiddellijk als verdacht gezien
Door alles wat er de laatste tijd al gebeurd is, natuurlijk. Dus iedereen wordt opgeroepen om te helpen zoeken naar het kleine manneke. En opnieuw helpen Mary en Norma ook. Zij lopen vooraan mee met de politie te zoeken. Precies of ze zijn heel geïnteresseerd hoe lang het zal duren voor iemand Brian terugvindt. Ze blijven zoeken nog gans de avond tot om 11:10 die avond op een braakliggend stuk grond tussen grote betonblokken bedekt met gras en bladeren het gewurgde met bloed uit de mond lopende lichaam wordt teruggevonden van de 3-jarige Brian Howie. James Dobson wordt als detectieve op de zaak gezet en hij eist onmiddellijk een autopsie, want nu vindt hij het echt niet meer normaal. Uit de autopsie blijkt dat Brian schrammen heeft in zijn nek. Zijn genitaliën zijn zelfs licht vermengd. Zijn neus zit dicht met een of andere stoffatie. En er worden initialen teruggevonden die precies gekerfd geweest zijn op zijn buik. Allee, op zijn, ter hoogte van zijn maag. En wat ze er kunnen van uitmaken is, het is precies een N die erin gekerfd wordt. Maar later in het onderzoek wordt duidelijk dat het geen N is, maar een M die gekerfd werd op het dode lichaam van Brian. Ook stelden ze vast dat zijn haar geknipt werd en door al die kinderlijke details die ze terugvinden bij de autopsie, vermoeden ze dat het inderdaad kinderen zijn die hier aan het werk geweest zijn. Dus wat doet de politie? Ze gaan duizenden kinderen gaan ondervragen. Niet alleen in Scottswood, maar in groot Newcastle. Mary en Norma ontsnappen natuurlijk niet aan het onderzoek van de politie en inspecteur Dobson vermoedt onmiddellijk dat er daar iets niet juist is. Want zowel Mary als Norma doen heel lacherig tijdens het onderzoek. En Mary voelt dat ze dichterbij komt, dus ze voelt daar al een klein beetje in het nauw gedreven omdat ze bij haar zijn om haar te ondervragen. En ze smijt direct op tafel van, ja, ik heb een jongen gezien en hij had een schaar in zijn handen. Zij noemt die jongen, die ze zo gezegd gezien heeft met die schaar, op die dag van de verdwijning van Brian, bij naam. En ze zegt dat hij rondliep met een schaar in de buurt van waar het lichaam van Brian werd gevonden. Maar nu, klein detail, jammer voor Mary natuurlijk, dat er een schaar naast het lichaam van de jongen werd gevonden, werd niet openbaar gemaakt. Dus enkel diegene die gelinkt is aan de feiten kon weten dat er een schaar aan te pas was gekomen. Ook andere details in Mary's verhaal veranderden constant. Dus hoe langer ze haar ondervroegen, hoe meer het duidelijk werd dat Mary zeker en vast meer afwist van de dood op Brian Howie. Andere kinderen werden dus redelijk snel uitgesloten voor verder onderzoek, maar Mary en Norma werden alle twee gevraagd om naar het politiekantoor te komen voor een officieel verhoor. In het begin had Norma gezegd dat ze met haar broers en zussen aan het spelen was, maar haar tweede versie klonk al iets aannemelijker voor de politie en ze zei dat ze inderdaad mee was met Mary die dag en dat ze samen aan het spelen waren. De politie vroeg aan Norma wat waren ze aan het spelen en waar waren ze aan het spelen. En Norma kraakte. Norma vertelde aan de politie dat Mary haar was komen halen om te tonen wat ze had gedaan met Brian Howie's lichaam. Dus Norma ging mee met Mary en exact de plaats waar het lichaam werd gevonden later had Mary aan Norma getoond en ze had ook gezegd dat ze een scheermes had verstopt onder een van de stenen die rond het lichaam van Brian lagen. Dus een scheermes waarmee ze haar initiaal M had in de buik gekerfd van de kleine jongen. De dag erna, op 1 augustus, vroeg de politie aan Norma om hen exact de plaats te tonen waar het scheermes zich zou bevinden. Norma ging mee en effectief, net onder de steen waar Norma aantoonde aan de politie waar het scheermes zich zou bevinden. Amai, dat was een ingewikkeld zinnetje. Of ik het ingewikkeld gemaakt. Daar lag het scheermes dus. De politie had geen twijfel meer. Mary was de dader. En Norma, in hoeverre zij er effectief bij betrokken was, dat viel nog af te wachten. Maar Mary was de schuldige. Op 5 augustus werd Mary dan officieel opgepakt voor verdere ondervragingen. Want in die tijd hadden ze in principe nog niet genoeg
effectieve bewijzen om een kind van 11 jaar te arresteren. Dus ze werd opgepakt, ze werd opnieuw ondervraagd. En als ze ondervraagd werd op 5 augustus, het eerste wat ze zei als ze aan de tafel in het politiekantoor ging zitten was, kan ik hier een keer onmiddellijk een advocaat krijgen, alstublieft? Een 11-jarig kind, hè. Dus zo gewiekst en mondig was Mary Bell. Het feit natuurlijk dat ze haar niet konden aanhouden door onvoldoende effectief bewijs, maakte ook dat ze dus onmiddellijk terug op vrije voeten was. En op 7 augustus was het de begrafenis van Brian Howie. En wie was er aanwezig? Mary. Nu, detective Dobson en politiechef Burroughs waren alle twee ook aanwezig op de begrafenis van Brian. Niet alleen natuurlijk om hun deelneming te betuigen aan de familie, maar ook om te kijken of Mary wel het lef zou hebben om aanwezig te zijn op de begrafenis. En inderdaad, ze staan helemaal van achteren in de kerk en ze zit constant met een grijns op haar gezicht en echt lacherig te doen. En op dat ogenblik keken de twee politieagenten naar elkaar, de detective en de chef van het politiekorps naar elkaar. En ze zeggen van, dat kind is echt psychopathisch, dat is echt een gevaar om hier verder te laten rondlopen. We moeten daar iets aan doen, we moeten ze arresteren. Hij citeerde in een interview, of hij zei in een interview op tv, I could not risk another day, she'll do another one. Dat zijn officieel de woorden van inspector Dobson. Ze confronteren Mary bij haar officiële arrestatie met Martin Brown, Brian Howie en de ravage die ze aangericht had in de kinderopvang. En Mary zegt, oké, het was ik. Maar ze telt er niet zo heel zwaar aan. Het is precies of dat ze niet echt beseft wat dat ernst, denk ik, normaal is, een kind van 11 jaar. Maar ze ziet er niet 100% de ernst van in. Ze is ook opgegroeid in een heel gewelddadig milieu. En zeker thuis, alcohol, prostitutie, sadomasochisme, waarin dat ze zelf misbruikt werd. Dus respect, de ene persoon naar de andere persoon, dat kende ze niet. Liefde kende ze ook niet. Haar vader was nooit thuis en haar moeder behandelde ze like, noem het stront. Een beetje lelijk gezegd, maar het komt daarop neer, gelijk een niemendal. Dus ze had gewoon geen, denk ik, echte connectie. Ze voelde haar niet verbonden met andere mensen. Totaal niet. Om het handschrift van Mary te kunnen vergelijken met de teruggevonden briefjes in de kinderopvang, werd haar leraar gecontacteerd. Dus haar leraar werd gecontacteerd en hem werd gevraagd om haar agendas en haar notitieboekjes binnen te brengen. Haar leraar ging naar school, haalde haar stapeltje schriftjes boven en wat hem dan opviel, wat hem 2 maanden ervoor niet was opgevallen, was dat het de maandag na het ongeval met Martin Brown had Mary een opstelletje geschreven. In een van de schriftjes vond de leraar een opstelletje terug. Een opstelletje dat hing over de dood van een jongen, Martin Brown, dus haar eerste slachtoffer. En ze had er ook een tekeningetje bij gemaakt onderaan. Ze had effectief een werkman getekend bij het lichaam van een kindje. En wat had ze er ook nog bij getekend? Een doosje pillen. Nu, dat doosje pillen, dat deed daar volledig de das om. Want er was buiten de politie en de mensen van de hulpdiensten en die een werkman niet geweten dat er daar een doosje pilletjes aanwezig was. Dus Mary's schriftjes werden overgebracht naar de politie en haar handschrift werd vergeleken met de briefjes die teruggevonden waren geweest in de kinderopvang. En waar raad je natuurlijk, dat matchte. Dus het was haar handschrift die terug te vinden was op de briefjes in de kinderopvang. Maar niet alleen haar handschrift, ook dat van Norma. Want Mary was zo slim geweest om aan Norma te vragen om elke beurt een woord te schrijven. Dus het was eigenlijk een mix van woorden van Norma en Mary. Maar Mary was wel de aansteker en het brein achter alles dat gebeurd was. Dus ze hadden al de tekening, waardoor dat ze wisten dat Mary daar moest aanwezig geweest zijn door die pilletjes. Haar handschrift was gelijkaardig. En dan hadden ze ook nog bij de autopsie van de twee jongens vastgesteld dat er grijze vezels te vinden waren op hun lichaam of op hun kledij. En beide jongens, de vezels die werden teruggevonden, kwamen voort van een trui
die Mary had. Dus die vezels kwamen van haar trui. Dus het stond vast dat Mary de dader was. Maar dat was ondertussen al wel duidelijk. Hè. Op 5 december 1968 begon de rechtszaak dan officieel in Newcastle Assizen. Er was daar enorm veel belangstelling voor natuurlijk, voor die Assizenzaak. Norma werd verdacht gevonden, Mary werd schuldig bevonden. Norma, haar familie was echt ja, er de kop van in. Ze waren heel erg triestig. Ja, Betty was zelfs zij was een actrice, dus de moeder van Mary, zij was altijd echt vreed te schreeuwen en te doen. Maar ja, het was overacting. Werd later ook in kranten zelfs gezet dat er heel over was hoe haar moeder reageerde. Norma zelf, zij was heel verdrietig, stil. Ze zat heel de tijd gebogen en ineengedoken in de rechtszaak of in de rechtszaal. Terwijl dat Mary heel cool en heel bitsig was naar de rechter en zelfs tegenspraak gaf. En dus ja, twee totaal verschillende individuen zaten voor de rechter. Op 14 december werd dan het verdict. Viel het verdict. Dus Norma werd vrijgesproken omdat ze werd bevonden als een beetje licht mentaal achter. Manipuleerbaar tot en met. En eigenlijk dat ze geen besef had van wat er gebeurd was. Veel minder toch dan Mary. Mary werd schuldig bevonden en ze was een problematisch kind en zeker een gevaar op dat ogenblik, omdat ze ook nergens geen ondersteuning had. En Mary werd in een verbeteringsgesticht gestoken in Red Bank Institute. Red Bank Institute, daar zaten daar alleen maar jongens, 22 jongens en Mary was het enige meisje. Ze kreeg het verdict opsluiting voor het leven. De doodstraf natuurlijk niet gelukkig voor een kind van 11 jaar. Maar dus ze werd voor het leven zogezegd opgesloten. Ze verbleef 12 jaar in Red Bank Institute. En haar verbetering in het verbeteringsgesticht verliep eigenlijk wel redelijk goed. In het begin had ze er natuurlijk moeite mee en miste ze zelfs haar moeder. Op een of andere manier. Maar goed, er zat verbetering in. Ze werd behandeld door psychiaters en therapeuten. En Mary veranderde in de positieve zin. Betty werd raar maar waar plots een bezorgzame moeder. Een zorgzame moeder. Maar dat had wel zijn bedoeling of zijn doel. Want Betty maande Mary aan om gedichten te schrijven en brieven te schrijven. Maar wat deed Betty daarmee? Ze verkocht ze aan de pers voor zware geld. Blijkt achteraf dat Betty daar iets van 50.000 pond zou mee verdienen. Dus ze zit eigenlijk op de nek en op het sterven van twee kleine kinderen 50.000 euro verdiend. En eigenlijk ook het verkatten van haar eigen dochter. Dus schandalig voor ons. En wat deed ze met die 50.000 pond? Ze spaarde dat niet voor Mary, omdat dat kind een beter leven zou hebben als ze ooit zou vrijgelaten worden. Nee, ze spendeerde dat aan nog meer alcohol, aan nog meer drugs. En dat ze kon doen en laten wat ze wilde. Betty werd dan ook uitgenodigd voor een interview. En ik heb hier een kort stukje van dat interview met Mary Bell's moeder. No, I'm not saying she's innocent. But something must have made her do these things. Yes, something possibly must have made her do these things. And what was it about her life and her family you think that could have driven her to these things? Maybe it's the arguments between my husband and myself might have had some inflict on her. I don't know. Have you been very despairing sometimes? And very despairing, very, very lot of, under a lot of strain, stress, and grief for my daughter. Als Mary hoorde hoe haar moeder eigenlijk profiteerde van haar van de opsluiting van haar dochter, ik ga het zo noemen, schreef ze haar moeder een brief. En die luidde als volgt. Whilst Mary was in Red Bank, her mother received a letter blaming her for ruining her life. Dear
Please, ma'am, put my tiny mind at ease. Tell judge and jury on your knees. They will listen to your cry of please. The guilty one is you, not me. I'm sorry it has to be this way. We'll both cry and you will go away. Tell them you are guilty, please. So then, ma'am, I'll be free. Your daughter, me. Mary heeft dus een duidelijke wrok tegen haar moeder en ze heeft ze eigenlijk de schuld van alles wat er in haar jonge leven gebeurd is. En bood er niet echt goed meer tussen die twee. Later komt er daar dan wel verandering in, maar het is zeker een jaar of 10 dat de twee schijnheilig overeenkomen. Ondertussen wordt Mary verplaatst naar Moor Court. Dus dat was niet meer in het verbeteringsgesticht, maar een open gevangenis. Dus ze kon gaan werken als ze wilde. En de deur stond open onder bepaalde voorwaarden natuurlijk. Maar ze was iets vrijer en ze werd min of meer terug een beetje in de maatschappij gelaten. Als ze 20 jaar is, in 1977, ontsnapt ze een keer uit Moor Court om seksuele betrekking te gaan hebben met iemand. Maar ja, ze wordt terug opgepakt en in Moor Court geplaatst. En er wordt daar niet zo zwaar aan geteld. En voilà, dat is haar periode in Moor Court. Als ze 23 is, wordt ze dan helemaal terug vrijgelaten. Dus in 1980. In 1980 wordt ze vrijgelaten, ze is 23 jaar. En 4 jaar later bevalt ze van haar eigen dochter. Bij de geboorte van haar dochter beseft Mary dat er heel veel gebeurd is in haar leven en ook door die krantenartikels en die gedichten die haar moeder verkocht heeft, vraagt ze om haar identiteit bedekt te houden. Dus ze vraagt eigenlijk een nieuwe identiteit aan en dat wordt toegekend. Dus Mary Flora Bell leeft nu onder een andere identiteit met haar dochter en later, ja, zoveel jaren later, als Mary al in haar 50er jaren was, wordt haar kleinkind geboren en ook dat kind heeft bescherming gekregen voor zijn of haar identiteit. Ik heb niet teruggevonden of dat een jongen of een meisje was, maar goed, het is 3 generaties verder gegaan om in anonimiteit te kunnen leven. Daar komt het op neer. En dat was het verhaal van Mary Bell. Het is ondertussen helemaal donker geworden hier. Of toch zo goed als donker geworden. Ik vond het een fascinerend verhaal. Een heel schrijnend verhaal. Voor de slachtoffers in de zaak Mary Bell. Maar ook echt voor Mary Bell zelf. Kun je het voorstellen om in zo'n omstandigheden op te groeien. Waar dat je gewoon geen liefde kent. Geen mededogen, geen respect. Integendeel, de mensen die je zouden moeten graag zien en je zouden moeten verder helpen in het leven, zijn mensen die totaal niet omkijken naar u. Het schijnt zelfs dat haar moeder haar een keer heeft proberen te verkopen, ook voor geld. Maar echt gewoon helemaal verkopen. Niet voor seksuele doeleinden, maar echt gewoon volledig verkopen. Ik denk dat je zelfwaarde volledig gekelderd is. En zeker als je dat allemaal moet meemaken als een kind, dat is iets dat je voor de rest van je dagen meedraagt. Dus ik denk dat ze er goed aan gedaan hebben om haar in een verbeteringsgesticht te steken en haar de kans te geven om terug iets te kunnen maken van haar leven. Want niet iedereen heeft dat geluk. Ik weet niet. Ik vind dat terecht dat ze dat doen met kinderen. Ze een tweede kans geven. Iedereen verdient een tweede kans, vind ik. De meeste toch. Wat is jullie mening daarover? Wat vind je van het verhaal? En voilà. Zoals altijd, laat alsjeblieft een mening na. Duw een keer op het belletje als je mijn volgende verhaal niet wil missen. Abonneer een keer. Deel een keer een verhaal. Als je zegt van kijk, dat vond ik nu een keer echt goed gebracht. Ik weet, ik ben nog altijd geen echte professional. Ik doe het nog altijd omdat ik het graag doe. En als ik tijd heb. Ik ga proberen om er weer een beetje meer regelmaat in te brengen. Ik ga mijn best doen. Ik ga niet beloven, maar ik ga mijn best doen. Maar als je het een goed verhaal vindt, of een van de vorige verhalen een goed verhaal vindt, mag je het ook altijd delen of vertellen aan vrienden en familie. Als je weet dat die mensen daar ook geïnteresseerd in zijn natuurlijk, anders heeft dat geen zin. En voilà, dat was de zaak van Mary Bell. En ik ga je er laten. Tot de volgende. Bye bye!